Peter, waar ken jij Pieter van? Eigenlijk van zijn verhalen uit de vee. Ja, en wat vond je ervan? Verrassend inhoudelijk. Ja. En ik kende hem niet. En vervolgens in die voetbalwereld, we kennen elkaar allemaal wel. En ga je een aantal mensen spreken die hem als zeer interessant betitelen. Toen heb ik hem een keer bij mij thuis uitgenodigd. Om een keer met hem van gedachten te wisselen. En hoe beviel dat? Ja, goed. Ik had een aantal voetbalvrienden uitgenodigd, wat ik al vaker doe. Om eens met elkaar van gedachten te wisselen over het voetbal, moderne voetbal. En toen ik Pieter uitnodigde, heb ik ook een aantal andere jongens uitgenodigd. En vind je het verfrissend dat er een nieuwe generatie voetbaldenkers aan de journalistieke kant opstaat? Nou, dit is natuurlijk wel iets compleet anders, omdat hij zelf niet gevoetbald heeft. Zelf geen trainer is geweest. En over het algemeen wordt het dan heel moeilijk om op een hoog niveau mee te praten over hele inhoudelijke zaken. Ja. Maar wat ik al zei, ik vind hem verrassend inhoudelijk. En hij weet precies waar hij het over heeft. Kan erg goed schrijven ook. Dus ik lees zijn verhalen met veel plezier. Maar nou wordt er wel eens, worden mensen die over voetbal praten, schrijven, denken, die nooit gevoetbald hebben, worden wel eens weggezet als gekkies. Even heel zwart-wit gezegd. Pieter heeft maar 1 jaar gevoetbald in de D'tjes. Dat is wel heel weinig. Ja, nee, maar daarom noemde ik het net ook verrassend, hè, hoe die inhoudelijk hierover weet te praten. Omdat ik vind dat hij gelijk heeft in vrijwel alles wat hij opschrijft. En, dus dat bewijst me weer eens dat je niet op een hoog niveau gevoetbald moet hebben. Het helpt misschien wel mee, het maakt het misschien wel makkelijker. Maar het is niet zo dat het moet. Dat zie je ook bij trainers. Er zijn ook een aantal toptrainers die zelf niet op het allerhoogste niveau gespeeld hebben. Dus het is geen voorwaarde, het helpt wel mee. Nou staat er in het boek werd Pieter voetbalnerd genoemd. Wat vind je daarvan, de term voetbalnerd? Ja, nou ja, goed. De mensen moeten altijd wel wat te zeuren en te zeiken hebben. Maar zijn generatie zijn denk ik jongens die heel veel met elkaar communiceren, juist op dat internet. En dat is denk ik ook hun kracht. Als je ziet hoe inhoudelijk hij weet te praten over een aantal clubs. Ja, ik vind daar de tijd niet voor om die club zo intensief te volgen. Maar als je een netwerk hebt wat hij heeft op internet, dan gaat het zo snel. Dan kun je zo snel zaken met elkaar verbinden. En daar maakt hij optimaal gebruik van. Ja. Waar denk je dat Pieter Zwart over 10 jaar staat? Ik denk als assistent aan mijn zijde. Echt waar? Mogelijk, dat kan echt. Dat zou je niet uitsluiten. Ja, nou niet als assistent trainer, maar misschien wel deel uitmakend van mijn staf.